Welkom allemaal op deze speciale webinar waar wij het gaan hebben over het nieuwe product Uterra. Waar ik zoveel mogelijk informatie van heb proberen te krijgen om het jullie vanavond te kunnen vertellen. Allereerst zal ik me eigenlijk even voorstellen. Ik ben Nettie Sommers. Ik wil niet verder. Ik ben Nettie Sommers. Ik ben in 2016 met dit mooie bedrijf gestart. En vanaf juni 2020 ben ik een van de communicatiepersonen voor mensen die in Nederland wonen en natuurlijk in de Nederlands sprekende landen. We brengen alle mensen op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen van dit mooie bedrijf. Normaal zou ik nu een presentatie over de techniek gaan uitleggen. Maar er zijn op dit moment zoveel nieuwe ontwikkelingen en er is een nieuw product wat gelanceerd gaat worden. En ik wil u, als mensen die vanaf het eerste moment geloofden in de ontwikkeling van het mooie vervoerssysteem, u deze informatie ook als eerste mededelen, want verder is er nog niet veel over bekend. En nog niet alles is mij duidelijk, maar het meeste wel. En dat heb ik hier alvast geplaatst. Op 14 oktober geef ik een volgende presentatie. En mocht er dan nog meer uitbreidingen hierbij zijn, dan gaan we dat op dat moment ook aan u vertellen. Want wereldwijd, weten we, is er een groot probleem. En er heeft onder andere ook de transportsector veel aan bijgedragen door de uitstoot van gassen. En daardoor is er veel luchtvervuiling ontstaan. En iedereen weet dat er een oplossing moet komen. Niet alleen voor vervoer, want onze natuur heeft meer nodig. De heer Anatoly Uninsky heeft op meer terreinen onderzoeken gedaan. En hij heeft fantastische producten gaan ontwikkelen die goed zijn voor de natuur. En er is nu dus het nieuwe product Uterra. Dat is goed voor ons bodem, waar ons voedsel op verbouwd wordt. En het gaat allemaal op een hele natuurlijke manier en zo wordt onze voedselkwaliteit verbeterd. Normaal vertel ik altijd, we hebben dit platform en normaal vertel ik altijd over het transport rechtsonder. Maar nu ga ik rechtsboven over de Uterra biosferische landbouw vertellen. Uterra is een natuurlijk organisch bodemtoevoeging. Het zit in flessen, zoals je ziet. En de bestaande problemen die er zijn voor onze grond is de snelle uitputting van de grond. Onder invloed van chemicaliën en door intensief gebruik raakt vruchtbare grond snel uitgeput en afgebroken. De vermindering van het aantal geteelde gewassen is na verloop van tijd stopt dat. En de grond die kan niet meer zo goed produceren. Met dezelfde hoeveelheid gewassen verslechtert hun kwaliteit en gaan nuttige eigenschappen verloren. Nou zijn er oplossingen. Het gebruik van meststoffen die uniek zijn in de samenstelling en zijn eigenschappen. Er is geen gelijkwaardige voor deze meststoffen om ze te maken. Er is een aparte soort regenworm gekweekt. En er is een bodembank samengesteld van 105 ecologisch schone regio's uit 5 continenten. En de gepatenteerde voedingsformule is nu ontwikkeld. Uterra biedt 2 hoofdproducten die het probleem van landuitputting kunnen oplossen. Het is een organische additief voor de bodem. Dat wordt verkregen als gevolg van de verwerking van organisch afval door speciale soorten regenwormen en heeft een hoge concentratie aan bio-bodemmicro-organismen. En de Uterra bodemelixer is een biologische actieve voedingsstof voor planten die oplosbare humusachtige bodemoplossingen, volumezuren en een volledige reeks agronomische waardevolle micro-organismen in hoge concentraties bevat. Dus hier zie je, er zijn 2 dingen. De Uterra biohumus en de Uterra bodemelixer. En 2 verschillende. De activiteiten van Uterra. De basisrichtingen, de productie van zeer effectieve biologische plantengroei en een aanvulling daarop is het verbouwen van landbouwgewassen, fruit- en bessengewassen. De productie van de Uterra bodemelixer is biologische voor de biologische veehouderij en onder andere de kwartelkweek. De productie van de Uterra kruimige biohumus is het kweken van waardevolle en medicinale paddenstoelen en planten. Dus hier is veel meer als alleen maar de boerderijgedeelte, het landbouwgedeelte, want er is veel meer waar het voor gebruikt kan worden.
De gebruiksaanbevelingen. Utera is een universele bodemverbeteraar, omdat het niet alleen geschikt is voor alle planten, maar ook voor verschillende grondsoorten. Voor de open grond is niet minder dan 15 tot 100 gram per 1 vierkante meter van het oppervlak, afhankelijk van de agroclimatologische omstandigheden en het soort planten dat daar wordt gekweekt, nodig. Dus dat is heel, heel weinig als je naar kijkt. En het beschermt de grond. Voor beschermde grond heb je nog minder nodig, dan is het 0,5 tot 2 gram per liter grond. Wie is de bedenker hiervan? Anatoly Yunitskiy. Hij heeft ook het vervoer voor onze weggebruikers, voor de uitstoot, heeft hij ook heel mooie dingen ontwikkeld. En daarnaast, hij komt uit de landbouwsector, heeft hij ook het landbouwgedeelte is gaan ontwikkelen. En hij heeft in 2019 ons gevraagd om een 2 à 3 kilo grond mee te brengen, wat niet bewerkt was of waar meststoffen op gebruikt waren. Dus we moesten ergens naartoe waar we dachten dat er een grond was waar dat heel jarenlang niets mee gedaan was. En ik was de enige uit Nederland die het ook meegebracht heeft. Zo heeft hij het uit meerdere landen gekregen. En daar zijn ze ook verder mee gaan ontwikkelen. Maar hij is dus de ingenieur en de uitvinder en de ondernemer. Hij is de wetenschapper en zakenman. Hij weet precies wat hij moet doen om de wereld te verbeteren. Hij heeft het allemaal in zijn hoofd. Het moet alleen nog naar de mensen gebracht worden. En die moeten ermee kunnen gaan werken. Daar hebben we nu dus iets voor gekregen. Een handvat om de bodem te verbeteren. Maar hij heeft meer. Hij heeft meer dan 140 ontwikkelingen en belangrijke baanbrekende uitvindingen op zijn naam staan. Hij is ook acteur van belangrijke wetenschappelijke projecten, waarvan het stringtransport een belangrijke is. En wetenschappelijke projecten zijn... Hij is nu ook een wetenschappelijk bedrijf geworden. En dat is wel een hele unieke situatie voor iemand die nog maar bezig is vanaf 2014-15. Er zijn meer mensen die hem ondersteunen hierin. Onder andere Alexei Sudakhovu, als ik het goed zeg. Hij is ideoloog, ondernemer en hoofd van het sociale venture systeem van Skyward Community. En dan heb je ook nog Evgeny, de achternaam zal ik maar niet aan beginnen. Hij is ondernemer, zakenman en hoofd van de sociale onderneming van het systeem van Skyward Community. En deze twee mensen die zijn hoofd van de internationale onderneming van Skyward Community. En die zorgen ook dat dit allemaal verder door ons op een goede manier naar jullie verteld kan worden. Hier zie je nog een aantal mensen staan, waaronder links, tweede van links, Anatoly Yunitskiy zelf. En de andere zijn mensen die, waar ik net al iets van heb laten zien. En die dus belangrijke personen zijn die het bedrijf, zorgen dat wij dit bedrijf kunnen ondersteunen. Dan zie je rechtsboven de Emiraten, het puntje van de Emiraten. En daar in dat emiraat, daar wordt deze grondstof verbouwd. Daar een stuk grond en dat wordt al verbouwd. En wat is de bedoeling? De fabriek gaat gebouwd worden. En als die klaar is, dat gaat heel snel gebeuren, dan kunnen ze daar in grote getale productie gaan ontwikkelen. En dat wij het ook heel snel kunnen hebben om het te gebruiken. Wat zijn belangrijke principes van dit project? Gebruik van natuurlijke ingrediënten in elke fase. En afvalvrij gebruik van alle grondstoffen en de componenten. Afvalvrij. Dat is wel heel uniek. De productie van natuurlijke biologische voedingsproducten en de toepassing van een praktische aanpak gebaseerd op de opgedane ervaring en wetenschappelijke kennis. Dus hier komt het ook weer. Ervaring, maar ook kennis. Ze zijn bezig met achter de schermen al zoveel jaren. We hebben er filmpjes van gezien, als het goed is. Hebben jullie waarschijnlijk ook al meerdere malen gezien. Dus dit is nu de uitwerking daarvan. Het doel van het complex. Het produceren van de Utera humusextract op basis van vloeibare biohumus. Om de gezondheid en vruchtbaarheid van alle bodemsoorten te genezen en te verbeteren. Dus ook de woestijnen natuurlijk. Hè? Dat is heel belangrijk. Ze zitten daar in die landen niet voor niks. Daar hebben ze heel veel woestijn. Ook de teelt van landbouw. Fruit, groenten en bessengewassen voor de inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten, maar op termijn straks ook voor ons. En de biologische veehouderij voor de kwartelkweek onder andere. En de teelt van waardevolle medicinale paddenstoelen en planten. Dat is echt heel erg breed en uitgebreid.
Het is een locatie van het duurzame biosfeercluster en dat bevindt zich in Ras Al Khaimah. Ik zeg het niet goed. Earl kan het beter dan ik, sorry. Het is een economische zone in Rakesh, in het emiraat Ras Al Khaimah, in de Verenigde Arabische Emiraten. En hier zie je dus weer die vier personen die op de grond staan, helemaal als nog een woestijn. En hier gaat een gedeelte ook verbouwd worden en ze zijn al met een gedeelte bezig, heb ik begrepen. Rakesh is een van de grootste economische zones. Ze hebben daar 770 toonaangevende productiebedrijven. 100 landen die daar samengezet zijn, daar bedrijven hebben. En 50 verschillende industrieën. De locatievoordelen daarvan zijn de mogelijkheid om kostefficiënte oplossingen te gebruiken bij de implementatie van dit project. En de comfortabele belastingheffing is natuurlijk een heel groot locatievoordeel. En dan hebben we ook de nabijheid van grote logistieke punten. Want er moet straks, het kan ontwikkeld worden, een grote fabriek komen te staan. Maar dan moet er ook nog natuurlijk logistiek heel veel gedaan worden. Maar dat is daar allemaal, komt dat daar samen. Nou is de hoofdstructuur van het complex is dat ze een perceel voor de productie van de Utera bodemelixer voor de losse biohumus hebben. Je ziet hier, ze zijn al, het groeit al. De eerste plaatje van de woestijn, toen kwamen ze er. En er was al niks. En op dit moment groeit daar gewoon al de gewassen. De hoofdstructuur van het complex, de biosfeerkassencomplex, met subtropische microklimaat voor de teelt van het kweken en verbouwen van kruiden, groenten en fruit, gebeurt hier in dat emiraat. En dan exact op waar het rood omcirkelde gedeelte is, daar gebeurt het allemaal. Kun je nog niet veel zien waar het is, maar het is in dat emiraat. En het perceel van biologische broedgebied voor kwartelkweek, daar zijn ze ook verder mee aan het ontwikkelen. Daar heb ik verder nog niet zoveel van. Ik kon niet alles tegelijk, maar daar krijgen jullie volgende keer hopelijk meer van, dat ik het dan uitgewerkt heb. Het garandeert in ieder geval een milieuvriendelijk gewas. Het stimuleert de natuurlijke activiteit van nuttige micro-enzymen, organismen en micro. Het stimuleert de natuurlijke activiteit van nuttige micro-organismen en enzymen. Het versterkt de immuniteit van planten en herstelt de vruchtbaarheid van aangetaste gronden en kan allemaal hersteld worden. Het is in elk geval een concentratie en op elke bodem is het volkomen onschadelijk. Het kan overal gebruikt worden. Het is een 100% organische meststof. 100%. Geen afvalproducten verder. Het verhoogt de opbrengst van 35 tot 50%. Je ziet hier een plaatje, ook het verschil, dat er echt wel verschil is. Toen wij in 2018 en 2019 op het park waren, hebben wij al mogen proeven van deze producten. En toen merkte je echt, als wij een tomaat hadden we daar, de tomaat bij ons is het nogal van binnen in waterig. Daar was het gewoon helemaal gewoon stevig vlees. Dus echt het vruchtvlees was helemaal binnenin. En dat zie je eigenlijk aan dit plaatje ook. Het rechtse heeft zich veel beter kunnen ontwikkelen. En daar wil hij naartoe. Dat alles weer een beetje terugkomt in ongeveer 200 jaar geleden, hoe de bodem er toen uitzag. Het versnelt ook de plantengroei. En het onthult en versterkt de natuurlijke smaak en geur van fruit. En het vermindert het gehalte aan nitraten, radionucliden en zware metalen. Dus gezond. Het Utera humus verhoogt ook het gehalte aan vitamine, aminozuren en mineralen. En het beschermt planten en bodem tegen ziekte en plagen. Het verrijkt de bodem met nuttige micro-organismen. Dus het zit ook in zo'n fles weer, dus toch weer een andere fles als de andere. Dus er zijn twee verschillende en hier zie je eigenlijk wat de humus doet. We kunnen samen de aarde rijker maken. De Utera Solar Elixir is gemaakt van duizenden zorgvuldig geselecteerde soorten nuttige bodemmicro-organismen. Om een gezonde omgeving voor micro-organismen te ontwikkelen, wordt een unieke voedingsformule van de acteur gebruikt die zelfs honing bevat. Hoe breng je de bodemelixir aan?
Utera bodemelixer wordt op twee manieren in de vorm van een waterige oplossing aangebracht via de wortel en via de bladeren. Samenvattend van de Utera elixer verhoogt het opbrengst dus met 35-50%, het versnelt de plantengroei en verbetert de smaak van het fruit. Het verhoogt het gehalte aan vitamine, aminozuren en mineralen, vermindert de aanwezigheid van nitraten, radionucliden en ultramicro-elementen. Het beschermt tegen ziekte en plagen. Er zijn ook investeringsmogelijkheden. U kunt eventueel ondersteunen het bedrijf door de ondersteuning voor het bouwen van de fabriek. Maar dat hoeft niet. Het gaat vooral hier om het product wat wij willen gaan laten zien aan mensen, wat mensen kunnen gaan gebruiken. Dat is gewoon heel belangrijk. Maar het bouwproces moet heel snel starten. En ja, daar gaan ze nu binnenkort heel snel mee beginnen om die fabriek te bouwen. Zodat wij straks deze producten kunnen gaan gebruiken. Het zal vooral ook gebruikt worden in de landbouw. De landbouw zal heel veel zijn. Particuliere gebruik zal wat minder zijn. Maar vooral mensen die contacten hebben met mensen uit de landbouw, die kunnen dit verhaal heel goed vertellen aan de landbouw. Dan zullen ze ook veel natuurlijker bezig zijn. En het zal ook hun probleem een stukje oplossen waar ze nu mee zitten. Als je meer over dit product wilt weten, dan moet je contact opnemen met Earl Kerridge of met mij. En hieronder heb ik onze telefoonnummer staan. Maak er anders even een foto van dat je ons telefoonnummer kunt onthouden en kunt kijken. Op het moment als wij de opname van dit product hebben, dan gaan we dat zeker ook aan jullie laten horen. Dat we de link geven, dat jullie dit nog een keer goed kunnen luisteren. Ik heb vandaag heel hard moeten werken om dit zo goed mogelijk aan jullie te kunnen vertellen. Ik heb niet de mogelijkheid gehad om veel meer sheets ervan te maken. Maar de 14e oktober zal ik echt met heel veel komen. Maar heb je al eerder vragen, dan kom naar ons. Bel Earl, bel mij, want wij kunnen nog zoveel meer aan jullie vertellen als je interesse hebt om hier iets meer over te weten. Dus schroom niet, bel ons. Zijn we in gesprek, dan bellen we u later terug. Want we krijgen echt wel heel veel telefoontjes, maar zorg in ieder geval dat je op de hoogte bent van alles. En wij zijn ervoor om jullie verder te ondersteunen. En dan is dit het gedeelte van de biohumus. Dan ga ik nog even heel kort vertellen over het product van Anatoly Janinsky, waar hij eigenlijk mee begonnen is. Want heb ik weer het eerste plaatje hier. Dan zie je rechtsboven de biosferische landbouw. Daar heb ik vandaar net over verteld. Maar rechtsonder het Janinsky stringtransport, dat vertellen we al veel langer, dat verhaal. Dat is het verhaal van de techniek. En om even heel in kort jullie geheugen een beetje op te frissen, of mensen die er nog eigenlijk nooit hierbij zijn geweest en dit voor de eerste keer horen. We weten allemaal dat het wereldwijd een groot probleem is voor het milieu. Er zijn heel veel slechte stoffen, er moeten oplossingen voor komen, de luchtkwaliteit is gewoon heel slecht en er gebeuren gewoon heel veel gekke dingen met de natuur. En Anatoly Janinsky heeft daar dus iets voor op gevonden en hij heeft het vervoer gebracht naar het tweede niveau. Het tweede niveau wil zeggen dat er geen harde wegdekking meer komt, dat kan allemaal weg en de pilaren die gebruiken maar heel weinig grond. En op een kilometer van dit vervoer heb je een bospad aan grond nodig. Maar door de pilaren en de vervoer naar het tweede niveau te brengen, hier zie je ook een dubbele spoorweg. Er boven overheen kan een hogere snelheid wagon rijden als eronder, maar we kunnen twee verschillende spoorlijnen rijden. Dan is het ook nog dat we het passagiersvervoer hebben en het vrachtvervoer. En dat kan dus ook hier beide over eenzelfde vervoer heen. Dit zijn de modellen die voor de particuliere passagiers zijn, dus niet voor de industrie. Gewone passagiers kunnen met dit verschillende soort vervoermiddel gaan reizen straks in de toekomst. En de middelste, dat is voor de industrie. Containervervoer, zoals je ziet, zie je er in het midden allebei. Dan gaat het over het water heen, een pilaar ervoor, een pilaar erna of schuin een berg op. Je hebt helemaal niet zoveel verharding nodig, net als wij met de auto's. En dan kun je van A naar B reizen zonder de natuur kapot te maken. Dus bossen kunnen blijven bestaan, alles kan blijven groeien. En wij als vervoer gaan er overheen en wij kunnen reizen
en we breken geen natuur af. Nou zeggen mensen, ja, maar dat bestaat al lang. En inderdaad, er zijn tram- en kabelbanen. In Duitsland en China zie je dat bijvoorbeeld. Maar die hebben de wielen aan de bovenkant gezet, maar die hebben nog steeds dezelfde uitstoot. Het vervoer van Anatolij Janinski gebruikt bijna geen fossiele grondstoffen. En deze rijden nog gewoon op de fossiele grondstoffen, dus de uitstoot blijft hetzelfde. Hier zitten alleen de wielen aan de bovenkant, dus het vervoer is in de lucht verplaatst, zodat er op de grond wat meer ruimte is voor de andere vervoermiddelen. Maar verder blijft het hetzelfde. En dat is ook met de kabelbanen die in onze sneeuwgebieden zijn. Maar in Pakistan hebben we deze week op het journaal nog gehoord, daar is een kabel gebroken en er hingen mensen boven een ravijn met gevaar van leven van mensen. Hebben ze geprobeerd om die te redden. En het is gelukt. Dat zal hier niet gebeuren, want dit zit heel anders in elkaar. Wij hebben geen kabelbaan. Een kabel trekt gewoon een vervoermiddel van A naar B. Die kan ook nooit geen snelheid ontwikkelen. Dat gaat gewoon heel langzaam. En hier kunnen wagons straks gewoon ook afslagen nemen of aan de kant gaan staan en een andere kabel inhalen. Dat gaat allemaal niet gebeuren met de kabelbaan. Nou zijn er drie verschillende soorten vervoermogelijkheden van de banen. De bovenste is een doorhangende enkele spoorstructuur en de middelste is een enkele spoorstructuur, een stijve, en de onderste is een dubbele stijve spoorstructuur. Dan zie je de plaatjes ook ernaast. Dan zie je daarin de kabel zitten, maar daar heb ik ook nog eventjes hier een plaatje van. Rechtsonder, dan zie je hoe de doorhangende spoorstructuur bij het plaatje rechtsonder, hoe smal dat het is. Maar doordat de kabels die erin zitten, dat zijn getwiste snaren, daardoor zorgt het ervoor dat het vervoer heel sterk is. En het rechtse plaatje is dus voor de doorhangende spoorstructuur. Het linkse plaatje, dat is de stijve spoorstructuur. Dan zie je een ijzeren omhulsel en daarin zitten de kabels. En die kabels die zitten weer in een polymeeroplossing. Dat is een soort cement, maar die zorgen ervoor dat die bekabeling niet gaat roesten. En daardoor hoeft hier haast geen onderhoud aan gepleegd te worden en wordt dat gegarandeerd voor meer dan 50 jaar. Van 50 tot 100 jaar wordt er zelfs gezegd, maar het is zeker meer dan 50 jaar. Als je dan kijkt bij de normale onderhoud wat we nu hebben aan de spoorwegen, dan moet daar elk jaar per kilometer, komt daar ook nog eens $100.000 aan kosten bij om het in stand te houden dat het allemaal goed blijft. Dan zie je dat gewoon door het gebruik, niet alleen het bouwen kost hier maar geld, maar ook het gebruik kost geen geld. En het gebruik kost wel geld bij de normale sporen zoals we nu kennen. Dus dit gaat ook op de duur heel veel goedkoper zijn. En dit is ook heel erg belangrijk voor landen zoals in Azië en Afrika. Er zijn nog weinig wegen en die wegen die er zijn, die zijn heel slecht. En die zijn gewoon heel blij met deze oplossing. En er is ook heel veel interesse in die landen om hier mee te gaan bouwen. Dan zie je ook dat de wielen, dat is een staal op staal wrijving. En dat zorgt er ook voor dat het energieverbruik heel veel vermindert. En dat is ook een bescherming tegen zware weersomstandigheden. En ook de ontsporingssysteem, het ontsporingssysteem, de beveiliging, daar is helemaal aan gedacht. Als je ziet in die oranje rondjes, dan is dat het beveiligingsgedeelte dat zorgt dat de wielen die bovenop de rail rijden, dat die altijd op de rail blijven. Het zorgt ervoor dat die nooit kan ontsporen. En in het midden, dan zie je daar het echte plaatje zoals je nu in gebruik is. En links is een tekening van een computer, maar rechts is het echte ontwikkelde wat nu getest is en ook al gecertificeerd en goedgekeurd. Er mogen ook mensen aan reizen in deze wagons. Dan gaat het over het energieverbruik. Het energieverbruik bij een auto, dan komt de wind ervoor bij een auto en die gaat er mooi overheen, maar die stopt een beetje, die houdt de wagen eigenlijk een beetje tegen in snelheid aan de voorkant. Maar aan de achterkant heb je een luchtwerveling. En door die werveling zorgt dat ook dat het een grote invloed heeft op brandstofverbruik. Als je dan rechts kijkt, bij de U-flash, die is ook getest in de windtunnel, en daar wordt de wind niet, houdt geen snelheid tegen. Om het mooie dynamische, de lijnenspel van de U-flash zorgt ervoor dat de wind er mooi over begint en er overheen gaat en erachter vloeiend weggaat. Dus die wervelingen hebben ze hier niet. En dat zorgt er ook voor dat die snelheid echt verder kan ontwikkelen.
Maar moet dus alles ook wel getest zijn. Alvorens je de markt gaat betreden, moet het gewoon ook certificaat hebben en documenten die bevestigen dat het goedgekeurd is. Nou, er zijn zware testen, moeten ze daarvoor ondergaan. Regelmatig, meermaals per week, komen ze daar om te controleren, om te kijken, om te testen. En uiteindelijk, na verschillende deeltesten, wordt er een certificaat afgegeven. En dat is eigenlijk heel belangrijk, want door het certificaat wil dat zeggen dat de stijfheid van het spoor goed is, dat de temperatuurimpact, die vooral in het warme klimaat van overdag heel heet en 's avonds heel koud, dat dat geen invloed heeft. En dat ook de krachten, zoals de spanningbereik en de duurzaamheid van een flexibele rail, dat die door de transportbelasting, zoals bij de UNICA-T in de tropische versie, dat die daar geen nadelige invloeden van heeft, kan ondervinden. Dit zijn een aantal certificaten en patenten. Die zijn er veel en veel meer. Die groene in het midden, dat zijn bijvoorbeeld patenten. Maar hier zijn ook heel veel certificaten en alles. Er zijn er veel meer. Als je in het museum bent, dan zie je daar aan de wand elk jaar wat hij aan certificaten en patenten of wat dan ook heeft. Het zijn allemaal kopies van tegen de muur per jaar wat er ontvangen is. Het is gewoon heel interessant om te zien. Nou is er ook een website. En die website die legt eigenlijk alles uit. Ook van de krachten, van de zwaartebekrachten, berekeningen. Alles kun je daarop vinden. Wil je daar meer van weten? Ik heb er geen tijd meer voor gehad om de website hier neer te zetten. Maar wil je daar de website weten, dan vraag het even. Dan kan ik zo aan jullie doorgeven. Dit zijn de modellen die ontwikkeld zijn. Links zie je de allereerste modellen allemaal. De Uniwind, de Unibike, de U-Car en de bus. En rechtsboven zie je de U-Flash. En daaronder zie je de Unilight. En dat is het eerste model wat nu officieel in gebruik is genomen voor de commerciële gebruik. Dus niet meer in het testpark, maar in de nabijheid van een testpark dat wel. Maar mensen kunnen daar apart op het station opstappen en kunnen daar naar achter toe, ergens waar een park is, een vakantiepark, kunnen ze naar het vakantiepark toe. En de afgeleide van de Unilight, dat is daaronder de Unibus, die twee die je eronder ziet. Die is speciaal gemaakt voor bepaalde landen, maar die gaat nu ook gebruikt worden in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is een iets goedkopere model als alle linkse. Die linkse die zijn echt een hele luxe, speciaal ontworpen voor in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar rechts is het meer goedkopere, dat ook het kaartje om straks mee te kunnen reizen aanzienlijk goedkoper is. Maar dan zie je dus uit het model wat ze als eerste gemaakt hebben van de Unilight, wat wij dachten, ja, dat is iets van ja, een klein ding maar. Maar dat is het belangrijkste model geworden, wat nu ook als eerste commercieel in gebruik is genomen. Dit zijn de vervoermiddelen voor de industrie. Dan zie je de tweede van boven is containervervoer. Dat wordt nu echt getest in de nieuwe lijn die gebouwd is in de Verenigde Arabische Emiraten van bijna 2,5 kilometer lang. In de korte lijn van 400 meter hebben ze al veel testen kunnen doen. Maar een aantal testen moeten natuurlijk op een lange baan om de snelheid te halen en een paar andere dingen. En we hebben nog niet gehoord dat hij in de rail hangt. Maar het zal binnenkort gebeuren dat je bericht krijgt, ook in je mailbox, dat je erin hangt. En dan zal er op een gegeven moment gezegd worden, nou, de certificaten zijn gekregen. En dan, ja, we zitten in fase 15, maar dan zal het niet lang meer duren of fase 15 zal gesloten worden. Dus dat is wel heel mooi. Ik hoop dat het nog een tijdje duurt, want het is wel leuk om dit nog aan de mensen te vertellen. Maar ja, uiteindelijk stopt ook fase 15. Dan zie je daaronder de transportband. En de transportband is om de grondstoffen die uit een mijn, grondstoffen die gedolven worden vanuit de mijn, op een transportband te doen, om die te vervoeren naar een fabriek, om ze daar verder te gaan verwerken. Zo zie je hoe de transportband werkt in een beetje dichtbij. Dan zie je dat je kantelt en dan kan de materialen van de transportband af in een opslaggedeelte om te verwerken. Er zijn twee prioriteitsrichtingen. De ene is de persoonlijke vervoer met 25 zitplaatsen en de andere is de container- en transportvervoer voor de industrie. En ze verwachten dat met passagiers, dat ze in de spits 25.000 passagiers kunnen bereiken. En ook met de vracht 10 miljoen ton vracht per jaar. Dat is onvoorstelbaar, maar ja, ze hebben het berekend. Het moet kunnen. Wordt ook goedgekeurd, dus dat ook al.
Nou, is hier een certificaat voor warm klimaat. Want mensen zeggen, ja, maar is het wel goed? Hebben ze gecertificeerd? Wordt er allemaal wel goed gekeurd? Nou, hier zie je een certificaat voor warm klimaat, dat de controle is gedaan en dat ze gecertificeerd zijn en dat deze technologie voldoet aan de veiligheidsnormen. En de controle betrof onder andere de spoorconstructie, het elektrische vervoer, anker- en tussensteunen en het reizigersstation. En verder is deze geslaagde certificering bevestigd dat er wordt voldaan aan de wereldwijde eisen van betrouwbaarheid en veiligheid en duurzaamheid. En het zal het besluitvormingsproces voor toekomstige klanten over de hele wereld vereenvoudigen. Dit wil gewoon zeggen dat het over heel de wereld goedgekeurd is. En als je dan kijkt, als iemand een auto ontwikkelt, dan hoef je niet ook de weg en de viaducten te maken. Hier is echt alles vanaf het begin af aan gemaakt moeten worden, bedacht moeten worden, getest moeten worden. En als je dan weet dat ze echt, hij is al 40 jaar bezig, maar echt vanaf 2014 is er via het crowdfunding systeem heel hard aan gewerkt om dit gewoon voor elkaar te krijgen. En het is hem gelukt. Het certificaat is gewoon verkregen. Dat is een geweldige prestatie. Genetische stringtechnologie is nu geschikt om de wereldmarkt te betreden en klanten de hoge kwaliteit van het vervoer te bieden. En inmiddels zijn ze in gesprek met de autoriteiten in Abu Dhabi, Dubai en Sharjah, maar ook de buurlanden, Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. Dus gewoon, er zijn nu de Afrikaanse en ook de Aziatische landen komen nu, want die zijn heel erg geïnteresseerd om dit vervoer te gaan bouwen. Hier is het testpark. Dat is het testpark vlakbij of in Sharjah, in de Verenigde Arabische Emiraten. En daar zie je achter deze mensen, daar zie je in het midden tussen die mensen de auto. En dat is de toegangsweg, dat is de afslag naar de toegangsweg naar het park. En je ziet ook bij de duim van de linkse persoon, zie je net daaronder zie je het in aanbouw zijnde station. En de vierkante pilaren die hier vooraan staan, daar is inmiddels de bekabeling hangt daarin. En daar wordt nu getest al met het passagiersvervoer. En binnenkort zal dus het containervervoer er ook in gaan hangen. Daar had ik het daarnet over. En dan zie je ook rechts die ronde pilaren. En die ronde pilaren die zorgen ervoor dat er komt straks, dat is ook een 2,5 kilometer baan. En die gaat weer over ander soort vervoer. En daar zijn ze nu bezig om dat te bouwen. Daar hebben we nog verder geen fotomateriaal van. Maar dan kijk je ook achter die auto, tussen die mensen achter die auto, zie je ook dat witte gebouw en dat is het paviljoen. En dat paviljoen en daarachter staat het houten ecohuis, het groene wat je ziet, het vierkante. Daar worden alle hoge delegaties ontvangen en die krijgen daar uitleg. En dan gaan ze naar de 400 meter baan om daar ook een ritje te maken. En waarschijnlijk straks ook, zoals alle certificering er is voor de 2,5 kilometerbaan, dat ze ook daar een ritje mee mogen maken en echt een snelheid van 150 km per uur kunnen halen. Dus dat is allemaal heel mooi. We zijn er heel blij mee. Als je dan kijkt wat er allemaal gebeurt. Oh, wacht, sorry, ik moet nog eventjes terug. Want links, de persoon hier links bij het testcentrum. Mensen zeggen wel van, wie is dat? Nou, dat is Anatoly Jeninski zelf. Hij staat hier en hij laat dus zien, er is een nieuwe afslag gekomen bij ons park. En welkom mensen in het Arabisch en in de Engelse versie wat dat geschreven. Als je dan kijkt wat er gerealiseerd is, waar ik het er straks over had, zijn ze in 2015 begonnen met de bouw in het park. Ze hebben daar een stuk grond gekregen in de Belarus. En dat was een stuk grond dat een oud militair terrein was, vervuild. En hij zei dat hij de bodem kon verbeteren. Toen hebben ze gedacht van nou, geef hem dat stuk grond, kunnen we kijken. En inmiddels hebben jullie regelmatig al fotomateriaal gezien dat het daar heel mooi groen is. Nou, dat is al wat hij gedaan heeft met zijn bodemverbeteraar. En in 2016 was het eerste traject klaar en de eerste Unitruck kon gaan rijden. In 2017 zijn er twee vervoermiddelen bijgekomen, de Unitruck en de Unibus. En de Unicar werd ontwikkeld en werd toen getest. En in 2018, toen is er contact gekomen met de Arabieren in de Verenigde Arabische Emiraten. Die zagen het in april 2018 op een beurs en die vonden het heel interessant. Die zijn in gesprek gegaan met Anatoly Jeninski en binnen een paar maanden, in september 2018, hebben ze een contract ondertekend om samen te gaan werken om ook het vervoer voor warm klimaat
in de Emiraten te ontwikkelen. Want zij hadden heel veel problemen met bepaalde vervoerssystemen. En Anatoly Yelinsky zei dat hij het op kon lossen. Dus ze hebben gedacht, kom maar, dan gaan we dat doen. Nou, in 2019 heeft hij op dat stuk woestijn wat hij toen kreeg, het eerste lengte van 400 meter traject kunnen bouwen. En in gebruik genomen om te gaan testen voor het warme klimaat. Daarna is het een beetje een probleem geworden met wereldwijd de crisis en elke dingen. Maar tijdens die crisis kon er niet overal gebouwd worden. En wel in het park als er geen bezoekers kwamen. En toen heeft hij de Uniflash gaan ontwikkelen. En in 2021 is daar het containervervoer nog bijgekomen. In 2022 zijn ze nog verder gegaan met alles te ontwikkelen. En nu in 2023 zijn wij bijna zover dat het einde van fase 15 in zicht komt. En nu wordt er dus al het eerste product ontwikkeld wat hij ook nog hiernaast allemaal ontwikkelen was. Hebben wij nooit zoveel over verteld. We weten dat er veel meer is alleen het vervoer. Maar door de bekendheid van dit mooie Utera-product weten wij nu dat er het eerste nieuwe product komt. En waar wij dadelijk ook allemaal voor ons eigen tuintjes kunnen gebruiken. Nou, dat is mijn verhaal voor vandaag. Ik hoop dat jullie vooral het Utera-product een beetje hebben kunnen gaan begrijpen. Zo gauw als er de opname is, dan kunnen jullie dat krijgen van mij. En 14 oktober zal ik jullie weer een keer gaan uitleg gaan geven. En dan denk ik dat we nu nog een filmpje gaan krijgen. Dat zou Urle van mij voor zorgen dat er nog een filmpje van het product kan komen. En dat jullie daar nog even naar kunnen kijken. Dan heb je een beetje meer het beeld wat het gaat zijn als je het in beeldvorm ziet. Dus ik hoop dat hij het voor elkaar krijgt. Dus we wachten even af. En ik dank jullie allemaal alvast dat jullie hebben willen luisteren. Het is gewoon een heel mooi product wat we hebben. Maar ik denk dat het niet... Oh, het gaat hem wel lukken. Nou, geweldig. Dan gaan jullie hier even naar kijken. Dan wachten we gewoon even tot het einde van... More than 2,000 years ago, the ancient Greek historian Herodotus argued that the prosperity and vitality of a society is determined by the condition of its land, fertile soils. Until the end of the 19th century, life and soil were inseparable, giving people everything they needed for the healthy development and improvement of the species. However, in the 20th and 21st centuries, there has been an increasing use of mineral fertilizers and pesticides in agriculture, which leads to a catastrophic deterioration of the biogeocenosis of soils and food grown on these soils. In fact, we are destroying the immune system of the biosphere, our common cosmic home, planet Earth, the living fertile soil. We are destroying it with chemical fertilizers, toxic chemicals, and technological wastes of the whole earth industry. But in this way, we first of all destroy our own health. When the first living organisms appeared on the planet millions of years ago, the Earth's nature found a way to utilize their waste products. Organic waste was processed into new organic nutrition, fertile humus, with the help of soil microorganisms, complex and indistinguishable to the simple eye biofactories. There should be at least 100 billion of them in each kilogram of fertile soil, and several thousand species, both aerobic and anaerobic, each of them has its own narrow specialization in processing organic waste. Thus, the waste products of all living organisms in the course of biospheric evolution became the main nutrition for plants.
The chaotic development of agricultural engineering has caused food to grow in one place and organic waste, including sewage, to be generated in another, thousands of kilometers away. At the same time, the removal of nutrients from the planet's living fertile soil, billions of tons annually, is not compensated for. Only three chemical elements, nitrogen, potassium, phosphorus, are mainly brought back into the soil. All the ones take more than 80 elements from it during their growth, mainly from natural organic matter, that is, fertile humus. Moreover, simple and soluble chemical fertilizers produced by industry are applied to the soil of agricultural lands, but not complex organic insoluble humates created by life, as it was during hundreds of millions of previous years of evolution of life and the Earth's biosphere. The average person eats about 700 kilograms of food per year. As a result of metabolism, each person releases almost the same amount of waste into the environment. If this waste is converted into biohumus and put back into the soil where the crop was grown, the natural cycle of living matter, which was broken by mankind in the 20th and 21st centuries, will be restored. For more than 40 years, working on a rescue plan for humanity, I have rethought the existing global transportation infrastructure, energy, urbanism, and agriculture. I proposed a global concept of world reorganization to free millions of square kilometers of soil rolled up in asphalt and buried under sleepers. The freed territories, equal in area to the six republics of Belarus, will be returned to the actual land user, the Earth's biosphere. The fertility of these lands can be restored only through biohumus. Humus is the insoluble salts of humic acids, the main organic part of the soil that contains the nutrients that plants need. If you have ever dug into the soil, you have probably seen that the top of the soil is a darker layer with a lot of roots and half-decayed plants. This is the humus layer, a living and fertile layer. Humus improves the physical properties of the soil and is an excellent storehouse of nutrients. It increases a strong soil structure, which ensures favorable circulation of water and air. Humus creates favorable conditions for the development and further activity of various useful soil microorganisms, both aerobic and anaerobic, as well as for earthworm, which performs the function of soil stomach. There should be at least a million of them on each hectare of meadow. The more worms, the more fertile the soil. The energy stored in lignite and oil shale is the relic solar energy received from our luminary by living organisms that lived on the planet 100 to 450 million years ago. Consequently, oil shale and lignite can be used not so much for generating electrical and thermal energy as for obtaining relic living humus, the basis of fertility of any soil. As such, biohumus will have the same chemical composition as an ancient tree that took everything necessary for life from the ancient relic soil. I have developed the following technology to produce biohumus. First, combustible minerals such as coal are burned, but not completely. Then, the combustion waste, ash, slag, sludge, dust, flue gases, is mixed with half of unburned oil shale or lignite. Then,
raw materials of organic origin are added to it, meaning modern raw materials, grass, peat, sawdust, manure, including organic household waste. The resulting multi-component mixture is finally processed into living fertile humus in bioreactors through special soil microorganisms. We take such microorganisms from the World Soil Cluster, which is a collection of fertile soils, untouched by the plow, collected from more than 100 regions of the planet on the territory of Unisci Farm Enterprise in Marina Gorka. The technology of Relic Solar Bioenergy allows production of more than 1 ton of biohumus from 1 ton of brown coal. 1 ton of humus will enable to grow more than 1 ton of organic food. Therefore, annual extraction of 10 billion tons of brown coal and oil shale, which is approximately equal to their production by the end of the first quarter of the 21st century, will not only provide energy to 10 billion people at the rate of 2 kilowatts per person, but will also grant an opportunity to feed them with healthy and healing food. Moreover, it will allow us to stop desertification of the planet and annually raise the productivity of poor and desert soils to the level of black soil on the territory of about 30 million hectares, which exceeds the area of most European countries. Firstly, biohumus is at least 10 times more productive than any organic fertilizer. It contains a complex of nutrients, macro, micro, and ultra-micro elements, enzymes, and growth hormones, as well as humates and soil antibiotics. All this is necessary for growth and development of plants. Secondly, it is impossible to saturate the soil with biohumus. Throughout the entire development cycle, the plant will take as much nutrients as it needs. In each kilogram of organic biohumus lives up to 10 trillion beneficial bacteria, while, for example, in manure, there are only 200 to 300 billion. Thirdly, biohumus surpasses conventional organic fertilizers such as manure, poultry manure, sapropel, and peat, which have been known for thousands of years. Unlike manure, biohumus is safe. There are no pathogens or fly larvae in it. Biohumus does not contain nitrates, heavy metals, pathogenic microflora, and weed seeds. Compared to even the last century, there is very little natural humus left on Earth, which has been accumulated over millions of years. Every year in the world, 12 million hectares of land turn into deserts, and 25 billion tons of fertile soil are lost. Therefore, mankind faces the urgent task of restoring the soil by creating new, living and fertile biohumus. From 300 trillion tons of organic matter of oil shale, we can get about 450 trillion tons of living humus with humidity of 50 to 60%. Adding about 10% of humus, this is the average value of humus content in fat black soils, to the top fertile layer of soil 30 to 40 centimeters thick, will be enough to turn 15 billion square kilometers of land into black soil farmland, which exceeds the land area of the Earth about 100 times, and the area of the entire surface of the Earth 29 times. Thus, the entire planet's land area can be turned not into a desert, but into a blooming garden, planted on the most fertile and life-perfect soil, rich black soil.
Such bioenergy will be virtually free for mankind, as the waste it produces, fertile humus, which will cost more on the market than oil, will pay for the production of electricity and heat. Healthy soil will allow the cultivation of organic and safe food, which will reduce many diseases and improve the life expectancy of every human being. Today, all the above experiments have been successfully conducted in the Republic of Belarus on the territory of Unitsky Farm Enterprise in Marina Gorka, and we are ready to share with the world this unique and human-friendly biotechnology. Nou, dit was het hele verhaal. Het filmpje zegt gewoon ook heel veel, denk ik, als jullie dat zo bekijken. En zijn er vragen? Er zijn mensen die vragen hebben gesteld om naar mijn Facebook of wat dan ook te gaan. Hou het even allemaal bij mijn WhatsApp. Dat kan ik het meeste bijhouden en zien. En dan geef ik je antwoord zodra ik tijd heb. Er zullen nu veel mensen morgen gaan bellen. We gaan even kijken voor de link welke we jullie kunnen sturen. Want we hebben zelf ook, we moeten ook even uitzoeken. We hebben wel een paar goeie, maar we willen de beste even sturen. Want we hebben zoveel informatie dat we jullie niet met alles willen overvoeren. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer.